SketchUp is echt een leuk gereedschap. Vind ik al jaren. Ik ben al 15 jaar zoet, misschien al wel langer. En er zitten gewoon heel veel herkenbare tools in waar best wel herkenbare icoontjes bij zitten. Ik heb hier potlood, ik heb de rechthoek, ik heb deze. Maar één tool die er niet is, die zou wel bekend moeten zijn of kunnen zijn. En dat is de lastool. Je kan dingen aan elkaar lassen, je kan lijnen aan elkaar lassen. En lassen is welden in het Engels. Nou, laten we eens kijken wat dat gaat doen. Als ik nu losse lijnen maak, zo. En laat ik daar ook nog eens even een boog aan vastmaken. Dan heb ik momenteel te maken met allemaal losse lijnen. Even de kleurtjes hier weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deze lijnen zijn allemaal aan elkaar verbonden. Maar het zijn toch losse lijnen. Als ik daar nou één doorlopende lijn van wil maken. Dan kan ik ze even triple klikken. Dus drie keer klikken op de lijn. Of ik selecteer ze met de shift toets ingeduwd. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daarna laat ik mijn muis op die selectie staan. En ik klik de rechtermuisknop. En dan staat daar de optie weld edges. Oftewel las de lijnen aan elkaar. Dit is een redelijk nieuwe functie. Die zit echt niet in oude versies. Dus als je 17 of zo hebt, zou je hem niet kunnen vinden. En als ik nu op weld klik. Dan, en ik klik er nog een keer aan. Dan zie ik dat het gewoon één vorm is. Zie je? Dat kan voor verschillende doeleinden heel erg handig zijn. Maar dit is dus de weld tool. De las tool. Het zou leuk zijn als hij een icoontje had. Heeft hij niet. Maar op deze manier kun je dus dingen aan elkaar lijmen. Aan elkaar lassen. Aan elkaar welden. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je een waanzinnig mooie dag. En succes met SketchUp. En bedankt voor deze video. Voor het kijken daarna. Groetjes en tot de volgende keer. Doeg!